Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Het is op dit moment 12 uur 's avonds. En zou je afvragen, Koen, waarom start je een video om 12 uur 's avonds? Nou, daar heb ik een hele goede reden voor. Vandaag leven we een dag omgekeerd. Omgekeerde dag in mijn leven. Maar dan wel extreem! Dus wat houdt dat in? Nou, heel simpel. Het is nu 12 uur. En dus over een uur is het 1 uur 's nachts. Maar ik leef omgekeerd. En dat betekent dus dat het over een uur voor in de echte wereld is het dan 1 uur 's nachts. Maar voor mij is het dan 11 uur 's avonds. Dus ik mag ook niet slapen. Want ik slaap altijd om 12 uur 's avonds. Dat is het nu. Maar ik ben nu dus wakker. Dus ik mag eigenlijk pas slapen als het voor mij 8 uur 's ochtends is. Maar dat is dus pas helemaal aan het eind van de dag. Snap je het nog? Dus als het straks 4 uur 's nachts is, is het eigenlijk 8 uur 's avonds. Ja, en ik slaap niet om 8 uur 's avonds, dus dan moet ik wakker blijven. Dus ik ga nu de hele nacht, voor mij de hele ochtend, en zo loop ik zo helemaal terug. Het enige nadeel is, ik heb morgen op kantoor allemaal meetings die heel belangrijk zijn. Ja, allemaal belangrijke interviews, met... Oh, dat is echt erg. Ik wil ook eigenlijk niet echt de andere gasten zeggen dat ik dit ga doen, want die meetings zijn gewoon belangrijk. En anders denken ze van, je neemt het ook niet serieus. Dus daar twijfel ik een beetje over, moet ik zeggen. Maar goed, ik kan mij te rust, ik kan mij te schelen, boeien. Nou, het is nu dus 12 uur, en om 12 uur doe ik normaal gesproken helemaal niks. Dus ik zie jullie als ik straks wat ga doen. Jullie zien het goed. Ik heb even mijn Black Bananas pet opgedaan. Hij staat me echt chachi. Het is inmiddels 00:30 en het is inmiddels 23:30 en ik ga even een nieuwe Bankzit video kijken. Eentje kratje, geniaal. Mensen, we hebben weer een nieuwe unreleased banger trouwens. Heb heel de dag achterover gezeten. Dus schat, vannacht ga ik er even op uit. Ik ben nog niet in de taxi. Vraag hoe we gaan we doen. Leuk, leuk, geinig en leuk. Waar was ik? Ik ben nu al moe, man. Hoe ga ik dit ooit volhouden in mijn leven? Hoe ga ik dit ooit volhouden? Het ding is ook, ik dacht hier laatst over na. We hebben natuurlijk laatst met bankjes en hebben 24 uur overleefd. Dat ging eigenlijk best wel goed. Alleen aan het eind werd ik echt moe. Nu ben ik natuurlijk, ik ben al wakker sinds 8 uur. Dus ik ben straks al 24 uur wakker. Maar dan moet ik dus nog de hele dag door totdat ik mag slapen. Maar weet dan wel dat ik in ieder geval heerlijk ga slapen. Zo'n heerlijk Emma Sleep matras. Zo'n Emma Sleep Airgrip kussen. En, nou mensen, ik zweer het je dat Emma Sleep verzwaringsdeken, als je die nog niet hebt. Waar ben je dan mee bezig? Dan ben je echt aan het slapen. En slapen nu is dus veel lekkerder onder een Emma Sleep verzwaringsdeken. Geloof me dan maar. Oké, nu ga ik even eentje kratje kijken. Wil jullie je eerste keer stijgen met hem? Ja, man. Hoor je van mij? Ik woon voor mijn 7 of zo. Ik woon bij Bassie en Adriaan. Ik denk stijgen. Ja, dan zou ik vertel je dat ik mijn eerste stijgen met Bassie en Adriaan. Soms zeg je van die dingen via van je achteraf denk, had ik beter niet kunnen doen. Het is 10 uur 's avonds en ik verveel me helemaal te pleuren. Maar wat ik vaak doe om 10 uur 's avonds, toevallig, is dat ik dan, ik trek dan vaak wel even een pilsje op en ik pak even een chipje. Wat is het? Zoals jullie weten woon ik dus aan een gracht en er was laatst iemand in die gracht gevallen. En toen was er allemaal politie en zo. En toen hebben ze die man eruit getakeld, maar hij leefde nog. Kijk, dat vind ik een dikke ass over. Trouwens, om 10 uur, meestal, dan kijk ik wel wat. Ik denk dat ik wel even een potje voetbal aan ga zetten. Enig probleem is alleen dat er natuurlijk helemaal geen voetbal is nu. Aangezien het is nu eigenlijk nacht, eigenlijk maar niet. Maar voor zeg maar de rest van de wereld wel. Dus ik moet een wedstrijd terug gaan kijken. Ik ga een wedstrijd terugkijken. Het is 8 uur 's avonds en daarmee tijd om eten te bestellen. Ik val oprecht bijna om. Ik heb het op dit moment even zwaar. Ik heb het even lastig. Maar goed. Ik zat even te kijken naar waar ik eten kon bestellen. En dat viel ze een beetje tegen, want kijk, voor mij is het natuurlijk 8 uur 's avonds. Maar voor de rest van Nederland is het gewoon 4 uur 's nachts. Dus er is niet zoveel open. Dus ik heb nu eten besteld bij 24/7 Burger House. Nou, dat wordt natuurlijk echt... Eén groot fiasco, één groot drama. Ik zoek nu gewoon oprecht op volledige wedstrijd. Ik ga gewoon een hele voetbalpot terugkijken. Ik weet nog niet welke wedstrijd het gaat worden. Ga ik gewoon de eerste pot die ik zie, die ga ik terugkijken. Volledige wedstrijd. Hé, hey, er wordt aangebeld, mijn eten is er. De verpakking biedt mij weinig hoop. Oké, mensen, welkom bij deze food review. Ik heb hier een bestelling van Burger 24/7. Met daarin een crispy chicken wrap en friet. Nou, ik zal even één friet proeven. Ik ga het dan in... Nou, dit is echt heel vies, maar bestel niet voor de friet. Ik heb hier ook een burger. Holy fuck. Twee, het ziet er gewoon best wel lekker uit. Even een kleine taste test. Kijk, stel, ik zou een keer ergens heen zijn geweest en ik kom om 4 uur thuis en ik bestel deze burger, zou ik denken, best een oké burger. Maar nu, het voor mij 8 uur is en ik eet dit, is het echt vies. Maar goed, ik heb ook nog een crispy chicken wrap. Oké, dit is denk ik wel chicken. Hij is niet echt crispy. Maar hoe vreten mensen dit? Even serieus. Kijk, ik moet het eten, want anders krijg ik niks binnen. En dan heb ik de hele dag leef ik op niks. Want ik moet straks naar kantoor en ik mag niet ontbijten. Het is echt, ik krijg het gewoon niet weg.
Yusuf. Pak wat uit de kast of zo, maar dit is echt niet te doen. Nee, ik laat mezelf niet gek maken. Dit krijgt van mij een dikke vette nul. Wow, ik haat mijn leven zo erg. En ik ga ook gewoon eerlijk zijn, ik heb volledige wedstrijd terugkijken. En de eerste volledige wedstrijd die ik terug kan kijken is... Ajax wint knap met 10 man van PSV. Want die andere video is dit. Terugkijken, maar dat is maar 12 minuten. Dit is de eerste wedstrijd. Ik ga nu 1 uur en 3 kwartier kijken naar Ajax die met 10 man van PSV wint. Oh, dit is echt... Het was al een kutdag. Het wordt nu echt een nachtmerrie. Ik zweer het je. Ik haal mijn leven echt, man. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is zo gruwelijk saai. Ik zit zo aan te loeren of ik nog iets in mijn koelkast heb wat ik kan eten. Wat is het van lekker. Ik heb gewoon oprecht helemaal niks. Ik heb alleen maar bakken kwark. Bakken kwark. En pils. Het is 90%. Oh! Ajax maakt op de 3-1. Tegen PSV. Het is inmiddels 7 uur 's avonds. Je gelooft het niet. Nou, ik geloof het wel. Het is 99.6 en Neres heeft net de 3-1 gemaakt. Dus hartstikke gefeliciteerd hoor, als je mij vraagt. Oeh, even een klein windje gelaten. Doe ik toevallig altijd om 7 uur. Nee, wat ik wel altijd doe. Dit is zeg maar de tijd vaak dat ik thuis kom van kantoor. En wat ik dan doe, is dat ik even zo hierheen loop. Dan druk ik even heerlijk de wijnkoelkast open. En dan kijk ik even of er nog wat lekkers liggen. Oh, kijk eens aan. Een fles champagne. Ik merk dat het voor mij tijd is om even lekker een glas champagne te nemen. Nou, hartstikke idee. Hartstikke, dit doe ik dus altijd elke dag als ik thuis kom, dan ben ik blij dat ik zo'n mooie dag erop zit. Dan vier ik het leven. Hatsa! Danus, terwijl ik de dop van de fles trek, bedenk ik me het volgende. Normaal doe ik het natuurlijk, maar daarna kan ik lekker mijn nest in. Nu moet ik straks een auto reizen, ik kan het helemaal niet drinken. Dus ik heb deze nu voor saldo gemaakt. Kijk, zit in de auto. Nou, dan zien we natuurlijk extreme! Achterstevoren leven ga ik denk ik achteruit naar kantoor rijden. Dat is een geintje. Dames en heren, je raadt niet, maar ik ben dus te laat. Voor die interviews, voor in ieder geval de eerste. Maar? Ik ben leeftijd omgekeerd. Eigenlijk ben ik te vroeg. Dus ik blijf er even lekker zitten, denk ik. Nee, ik moet echt opschieten. Ik ben ook moe. Dat is niet te beschrijven. En ik heb niet gedoucht. Ik voel me zo smerig. Ik mag natuurlijk aan het eind van deze dag pas douchen. Want normaal gesproken is dat de ochtend zijn. En ik douche altijd in de ochtend, nooit in de avond. Dus ik speel het eerlijk met jullie. Maar met name zo bizar moe. Interview met een Dina en met een trouw. Jezus. Jezus Christus. Dames en heren, ik heb mezelf opgesloten. Kijk mijn hoofd. Ik ben dus inmiddels al een uur of 36 wakker of zo. Ik ben dus vergeten dat ik de nacht wakker gebleven. En dan ben ik nu gewoon oprecht fucking moe. Want ik heb natuurlijk die hele nacht doorgehaald. 24 uur was ik al moe. Ik heb net ook... Zo, ik kan niet eens meer praten, joh. Ik ging uit auto rijden en ik moest gewoon echt mijn ogen zo open doen. En echt de airco heel koud om een soort van niet in slaap te vallen. Trouwens, check dit. We zien hier op de achtergrond, zien jullie iets. Dus dan weten ze, Emma Sleep is volgens deze video. Maar iedereen die hier blijft slapen op kantoor, krijgt dus altijd zo'n heerlijk Emma Sleep dekbed. Dus een heerlijk Emma Sleep kussen. Dan slaap je namelijk nogal eens, als we bijvoorbeeld opnames hebben gehad. Dan tukken we hier, omdat dan hebben we geen zin om naar huis te rijden. Of als we gedronken hebben, dan kunnen we niet rijden naar huis. Dan slaap je op kantoor en dan worden we altijd goed gezet door Emma. Dus in ieder geval 3 uur 's middags in de echte tijd. Dus dat is 9 uur van bij 24. Dat is 9 uur 's ochtends. Dus ik ga nu naar huis en dan ga ik ontbijten. En dan ga ik douchen en dan kan ik er naar mijn bed in. Hoe lekker is dat? Even serieus. Wat een dag, jongen. Echt niet normaal. Dit was zo'n slecht idee. Maar het is natuurlijk wel lekker extreme. Dames en heren, ik ga even mijn kapot. Ik ben nu thuis. Ik heb niet. Ik kan helemaal niet meer praten, joh. Jezus. Ik ben nu thuis. Het is 4:30. Dat betekent dat ik over een half uur mag gaan slapen. Maar normaal gesproken ga ik, als ik wakker word, sta ik op, ga ik douchen, kleed me aan en ga ik ontbijten. Nou, ik ben al aangekleed, want ik ben al daarna. Dus ik moet nu eerst ontbijten, dan ga ik me uitkleden, dan ga ik douchen en dan mag ik mijn bed in. Ik moet eerst gaan ontbijten. Als ik ergens geen zin heb, is in eten, want ik wil gewoon tukken. Ik ben zo moe. Dit is echt verschrikkelijk. Ik wil gewoon slapen op een heerlijke Emma Sleep Airgrip kussen. Daar wil ik zo graag op tukken. Echt. Ik ben mezelf gewoon aan het klaarmaken om daar heerlijk op te kunnen gaan liggen. De Emma Sleep verzwaring deken, die trouwens echt top is, dames en heren. Die is echt perfect. Maar eerst ga ik ontbijten. Ik ga denk een bak Brinta maken voor mezelf. En ik ga het heel Amsterdam. Ja, jullie gaan me echt haten voor dit. Hallo, dames en heren. Voor de mensen die niet weten wat Brinta is, het is een soort, dat is maar dit. Het is niet gesponsord trouwens. Nou, wel door Emma Sleep. Dan maak je zo'n bakje, melk maak je warm en dat roer je dan met dit. Maar ik doe dan dus havermelk. Ja, ik weet dat jullie dit verschrikkelijk vinden. Het spijt me. Oké, ik warm even een bakje Brinta op. Het ziet er echt smeriger uit dan dat is, ik zweer het je. Terwijl de melk in de oven zit, moet ik natuurlijk ook een bakje koffie nemen. Heerlijk vind ik dat. Daar heb ik nu echt zin in. Aangezien ik zo ga slapen om nu even zo'n heerlijk bakje koffie te nemen. Echt top, zin in, dankjewel. Heerlijk. Dit ziet er toch lekker uit. En een bak koffie, nou. Wat wil een mens nog meer?
Dit is misschien qua video's wel één van de allerslechtste ideeën die ik ooit in mijn leven gehad heb. Moet ik zeggen dat Try Not To Laugh 38 met Mas was ook lastig. Maar bij deze kon je misschien nog wel iets slechter. Ik ga nu koffie drinken terwijl ik zacht moet slapen. Ik voel me ook zo vies. Ik snap dus niet mensen thuis. Ik wil even wat met jullie bespreken. Stel, jij bent iemand die doucht in de avond. Neem me helemaal lekker in je paasei. Hoe kan je douchen in de avond, niet in de ochtend? In de avond zweet je. In de avond ga je helemaal vies stinken in zo'n smerig bed. Ik voel me al de hele dag zo smerig omdat ik niet gedoucht heb vandaag. Ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp niet dat mensen het voor een lol doen. Ik snap er gewoon niks van. En s'avonds douchen. Is je haar nat? Ga je met nat haar in bed liggen? Dat is echt kut, man. Maar goed, dat was even mijn rant. Ik merk dat ik ermee chagrijnig aan het worden ben. Zou kunnen komen omdat ik al zo lang wakker ben. Oké, mensen, het is bijna klaar om te gaan douchen en daarna te tukken. Maar wat ik dus altijd doe nadat ik me aangekleed heb na douchen, dan geef ik mezelf een pep talk. Koen, wat zie je er weer goed uit vandaag? Jij gaat het doen. Jij bent de man. Jij bent de man van de dag. Wacht, het is trouwens altijd zonder shirt. Wat denk ik nu? Oh, Koen, wat zie je er weer goed uit vandaag? Jij bent de man. Jij bent het. Ja, ja, ja. Je bent knap, aantrekkelijk, slim. Dit is echt heel erg voor als mensen niet de video hebben gezien. Ik heb gemaakt over Mastermind Media. Want dan denken mensen waarschijnlijk dat ik nu serieus ben. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Mensen, dit is niet echt. Alsjeblieft, dit is niet echt. Alsjeblieft, geloof me. Ik ga lekker douchen. Oké, dames en heren. Ik heb lekker gedoucht. Het is nu tijd om te gaan tukken. Ik kan amper meer praten, zo moe ben ik. En mijn sleep gaat mij nu blessen. En ik ga mijn wekker zetten om 12 uur. Want dan heb ik dus precies de dag andersom beleefd. Echt, ik weet ook zeker. Want ik ga nu dus, het is nu iets over 5. Dus ik ga nu tukken. Wat echt makkelijk gaat lukken. Want ik ben echt kapot moe. En dan word ik zelfs om 12 uur wakker. Dan heb ik dus ongeveer 7 uur geslapen. Dan ben ik natuurlijk sowieso niet meer moe. Terwijl, dan is het 12 uur s'avonds. Ik kwam er dus net achter dat ik mezelf echt helemaal verpest heb. Ik denk dat ik oprecht nooit meer in slaap kom. Ik denk dat ik nooit meer normaal. Vanaf nu leef ik omgedraaid. Vanaf nu de rest van mijn leven omgedraaid leven, mensen. Hopelijk vinden jullie dat tof. Laat een duimpje omhoog achter. Slaap lekker!